Datacenters staan algemeen bekend als energieslurpers. Wij kunnen ze veel efficiënter maken, maar ook energieproducerend. En dat doen wij door het element waarmee ze gekoeld worden, lucht, eigenlijk helemaal te vervangen met vloeistof. Wat is het voordeel ervan? Daarmee kunnen wij de hitte in plaats van eigenlijk geforceerd koelen, kunnen wij die transporteren heel makkelijk, heel snel. Ook hele grote hoeveelheden daarvan. Dus wij brengen die hitte heel snel weg, die brengen wij in die olie. En dat is uiteindelijk weer een watergekoeld systeem. De restwarmte is normaliter bij een datacentrum gaat gewoon schoorsteen in. Maar hier zijn we in staat om warm water te maken, 40, 45, 50 graden. Dat is een stukje van het experiment wat we aan het doen zijn. Het is in ieder geval geschikt voor vloerverwarming. En we zijn aan het kijken of we daar met wat hogere temperaturen ook wellicht voor een aantal dingen proceswater van kunnen maken. Ja, wij benadrukken graag dat we niet aan koeling doen. Dus wij proberen niet geforceerd die temperatuur terug te brengen eigenlijk van de elektronica componenten en het medium eromheen. Wij transporteren eigenlijk alleen die hitte weg van de chips waar het om draait en brengen het naar een andere plek. En dat is eigenlijk uiteindelijk het watercircuit. Dat betekent gewoon dat we leiding naar de buren en van de buren naar de buren en van de buren naar de buren maken en maar gewoon warm water doorgeven. Er zijn hele goede redenen voor dat datacenters hier in de regio Amsterdam gaan zitten. Wel is het zo dat wij ook die gedachtegang kunnen veranderen om te zeggen van ga op zoek naar de locatie waar je ook een warmtevraag hebt als je op zoek bent naar een locatie voor je datacenter. We zien zwaardere processoren op de markt ontstaan van de fabrikanten. Die zijn nodig voor opkomende technologieën zoals artificial intelligence, machine learning. Die weer gebruikt worden bijvoorbeeld voor zelfrijdende auto's te kunnen faciliteren. Nou, dat soort technologieën hebben chips nodig die steeds meer power gebruiken en dus hitte genereren. En dat wordt steeds moeilijker om dat met lucht te koelen binnen bestaande omgevingen eigenlijk. Een van de grootste voordelen is dat als je gewend bent om naar een luchtgekoeld datacentrum te gaan, dan ga je dan meestal met een paar earplugs in, want het lawaai is echt oorverdovend. Kom je in het vloeistofgekoelde datacentrum, daar heerst gewoon rust. Als ik nou twee van die servers in mijn eigen huis zet, kan ik daarmee mijn eigen huis verwarmen? Ik denk wel meer als je twee van deze systemen in je eigen huis zet, dan kan je er denk ik de straat mee verwarmen, ruim, ja.